Zaterdagmorgen werd aan de Slingeweg in de Brinkheurne de eerste vrijheidsboom onthuld. Dit is de eerste in een reeks van 9 vrijheidsbomen als onderdeel van de Winterswijkse viering van 1572, het geboortejaar van Nederland. Aan wethouder Sandra Metaal en Henny Schuring van de werkgroep Brinkheurne de eer om in de Brinkheurne de eerste vrijheidsboom te onthullen. Nadat er in Winterswijk al tal van activiteiten waren georganiseerd, als midzomer Mondriaan en de onthulling van de muurschildering van Tante Riek, waren op initiatief van de stuurgroep 1572 nu de buurtschappen aan de beurt. Het gebeurt allemaal op initiatief van de stuurgroep 1572, die in overleg met de buurtschappen ging. Nou, Wim heeft al deels het gras voor de voeten een beetje weggewaaid, maar dat geeft niet. In 2022 wordt de geboorte van Nederland in 1572 gevierd. In het centrum hebben al diverse activiteiten plaatsgevonden om dat te vieren. En de buurtschappen zijn daar ook door middel van deze vrijheidsbomen nu bij betrokken. Alle buurtschappen krijgen, zoals net al aangegeven, een vrijheidsboom. Waar de buurtschappen zelf inspraak kunnen hebben. Hè, wat voor hun belangrijk is en wat ze willen dat die boom vertegenwoordigt. Dus dat is ontzettend mooi. De eerste boom wordt vandaag in de Brinkheurne onthuld. En de laatste boom in het centrum. En zo is het centrum en de buurtschappen zijn zij ook weer met elkaar verbonden. De geboorte van Nederland staat in het teken van 4 V's. Vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid. En ik denk dat we vandaag in de Brinkheurne nog de V van Vorst aan toe kunnen voegen. Aan de verlichting, want achter jullie staat een mooie kerstboom opgetuigd. En specifiek voor de Brinkheurne ook ja, de feest van ja, verbinding en vruchtbaarheid. En waarom nu verbinding? Nou, de Brinkheurne is een kleine buurtschap, maar wel een hele hechte buurtschap. En ja, onder andere met het volksfeest is dat te zien. Hè? De mensen uit Brinkheurne komen samen, maar ook nog heel veel mensen die hier vroeger hebben gewoond, die hier speciaal weer terugkomen. En ja, uit eigen ervaring weet ik ook wel dat heel veel mensen uit de omliggende buurtschappen ook nog even komen buurten. Dus verbinding is echt wel een centraal thema in de Brinkheurne. Verscheidenheid is de andere waarde voor de viering van 450 jaar Nederland. Elke buurtschap heeft zijn eigen karakter. In ieder geval wil ik iedereen bedanken dat ik hier mag staan en dat ik deze boom heb mogen maken. Ik voel me daar eigenlijk best wel zeer vereerd door dat ik deze opdracht heb mogen krijgen. En nou ja, zoals jullie weten, mijn naam is Daan de Leeuw. Ik ben zo'n beetje 40 jaar zit ik in de houtbewerking. Ik maak meubels, ik restaureer en ik maak kunstvoorwerpen. En ik zit hier in Winterswijk aan de andere kant, een mooie werkplaats bij het Hilgelo, ook al 20 jaar. Dus ja, ik, de laatste 10 jaar zit ik dus ook al in de kunst. Ik maak kunstopdrachten, ik heb mijn eigen werk, ik maak mijn eigen meubeltjes. En Wim benaderde me dit jaar april geloof ik, om mee te werken aan dit project. En, nou, daar heb ik ja op gezegd, want ik vond het eigenlijk best wel heel erg spannend om dit te doen. Voor elke buurtschap is er een vrijheidsboom. Brinkheurne komt van gestileerde lindeboom. De lindeboom kenmerkt de buurtschap Brinkheurne. Met ons idee over de invulling van ons onderwerp zijn we in overleg gegaan met houtkunstenaar Daan de Leeuw, die al snel op de proppen kwam met een veelbelovend ontwerp. In de afgelopen maanden maakte Daan er, zoals we allemaal live op deze plek hebben kunnen aanschouwen. Want hij had nog wel eens wat publiek hier wat hij uitleg moest geven. En toen heeft hij er ook trouwens een bordje bij gezet. Van, hij was dat gepraat allemaal een beetje beu, want hij kon niet opschieten. En, maar goed, hij heeft er prachtig kunstwerk van gemaakt. De laatste vrijheidsboom wordt volgend jaar in het Vrijheidspark geplaatst.